We zijn vandaag in het Philipsstadion voor de tweede editie van het European Sports Orthopedic Congress, georganiseerd door Anna Ziekenhuis en Anna Top Support. Professionals uit de gezondheidszorg zijn vanuit heel Nederland en België hier naartoe gekomen om meer te leren over de heup en de lies. Deze dag is belangrijk omdat we met veel disciplines samen zijn. Dus sportartsen, de fysiotherapeuten, radiologen, physician assistants. Eigenlijk een hele grote groep bij elkaar. En zo kunnen we eigenlijk vanuit iedere discipline hopelijk goede discussies aan. Nou, heel goed, goede sprekers, veel informatie. Er liep heel gevarieerd programma, dus dat biedt veel voor de rest van de dag. Is hij geslaagd? Nou, mooi. Ja. Leuk om zo een keer te zien. Ja. Nou, mooi. Succes. Dankjewel. Dit soort dagen komen al de mensen op het gebied waarmee ze werken en enthousiast over zijn bij elkaar. Dus dan is het echt wetenschap uitwisselen van nieuwe ideeën, van samenwerkingen. En dat is het allermooiste van zo'n dag. Er zijn net al superveel nieuwe dingen aan bod gekomen. Superleuk. Leuk om te laten zien in het gewricht wat je nou doet. Ja. Dus zo hopen we dat patiënten eerder worden doorgestuurd en zo de behandeling kunnen verbeteren. Heel goed is dat jij hier bent. Dat doen we hier ook graag. Kijk, nou veel plezier. Dankjewel. So today I'm talking about physiotherapy treatment for FAI syndrome and hoping that people will learn how they can use the evidence, but also bring it into their clinical practice to give their patients physiotherapy treatment for their patients who have FAI syndrome. Wat vond ik ervan? Veel. Heel leerzaam. Mensen met veel kennis. Dat wil ik wel meenemen voor mezelf. Ik studeer zelf fysiotherapie. Dus ik wil eigenlijk met topsporters gaan werken. Ook in die setting komen. Dus dat wil ik eigenlijk meenemen voor de toekomst. Sowieso een heel leerzame dag, denk ik. Ook gewoon supergoed georganiseerd. Een zeer interessante dag. Goede sprekers. Zeker. Leuke dag. Je hoort het, het was een geslaagde dag en hier achter mij gaat het nog wel even door bij de bol. Ik zie jullie heel graag op de volgende editie. Doei!